Hey, jongen. Hey, Juri. Gezellig dat je er bent, man. Voetbal kijken. Kom binnen. Voor wat heb je eigenlijk zoveel verfvlek hier? Nee, dat is voor een verhuizing nog. Kom maar verder. Oh, verhuizing. Kom maar verder. Nou, voetbal kijken, zin in. Zo, nu blijf jij even hier. Zoals je weet, ik ben lang je cameraman geweest. Ik stuur je steeds tikkies, maar die betaal je niet. Ik ga je hulp nodig hebben. Maar mijn klusje gaan altijd op aanvraag, hè, Juri? Dat weet je. We zouden toch voetbal kijken, Champions League? Je hebt toch de nieuwe serie? Jouw klus, daar kan ik dit helpen. Ja, maar dat is heel anders, hè, die Johan klus deel. Dat is met klik voor missies, dat. Ja, leuk. Hier staat je trap. Daar is een randje. En ik heb hoogtevrees. Maar ik moet nu gaan schudden. We zouden toch Champions League kijken? Ja, maar de tv is ook weg, joh. Het past allemaal niet meer. Het is schilderen. Het is, nodig. Geen Champions League. Je moet de samenvatting anders maar kijken. We gaan eerst maar even wat doen aan je mooie overhemd, anders wordt die vies. Ja, is goed. Achter je ligt een zak. Oh ja. Ik heb er al wat geiks in gemaakt. Maar ik ben eigenlijk ook allergisch voor verf, hè. Ik krijg een uitslag van jullie. Welke verf is dat dan? Dit is ja, acrylverf. Oh nee, maar dit is latex. Stop. Daar ben ik ook allergisch voor. Oh echt? Ja. Een mondkapje heb ik ook nog wel. Ja. Maar we zouden toch Champions League kijken? Ja, met de tv, ja, dat is, ik heb je hulp nodig, jongen. Vooruit dan, deze ene keer of dat je allemaal camera van bent? Ja, top, helemaal goed. Is het mij helemaal goed, Juri? Ja, is het goed. Voor mij verkeerd hoor, maar dat maakt niet heel veel uit. Ik denk dat dit wel de enigste beveiliging biedt tegen Sparta. Ga maar die camera maar even, doe jij het voor. Ja, is goed. Wat je dus doet, ik heb hoogtevrees, ik kom er niet bij. Ja. Ik ga niet op die trap staan. Je maakt je rolletje maak je een beetje nat zo, dat er een beetje verf zo op zit. Wat je dan doet, dan zoek je een plekje dat nog niet mooi gedaan is, dat boven is dat vooral. En dan zit je hem erop. En eigenlijk haal je hem zo van je af. Zo, en dan spat het die kant op. Ja, ja. Als je ja. Zo doet, dan komt het. Ja, maar daarom wil ik die vuilniszak ook aan. Snap je? Want volgens mij heb jij ook maar één zo'n overhemd, of niet? Nee, ik heb 9 van deze overhempjes, heb ik. En dan geef ik jou dat bakje aan en ik neem hem zo erin. Hij zei tegen mij dat we gewoon Champions League gingen. Doe even een hele rondje zo. Ik wist niet, ik dacht dat we gewoon Champions League zouden kijken. Niemand heeft mij ooit niet verteld dat we moesten schilderen. Johan heb hier helemaal geen zin in. Plus, ik kom niet gratis op een klus, hè. Nou, dat lijkt een beetje op een penis daar op de muur. Is dat een penis achter jou? Ik vind dit heel vreemd. Wat voor merk is dat trapje dan? Dat is van Renega. Renega? Ja. Mijn favoriete merk, hè, Renega. Zijn goede trapjes dat dan? Ja, ik pak de camera van je over. Ja. Oké. Okay. Je bakkie en die zet je op je trap. Dat hele bakkie? Ja, dat hele bakkie. Gewoon optillen. Kwassie, dingetje. Kun jij bepalen of je nou met een kwast doet of met een roller? Ik zou het eerst met een rollertje even doen. Hoeveel treden moet ik? Dat, ik zou toch wel 2 of 3 doen. Dat is, je hebt toch geen hoogtevrees, hè? Want nee, ik heb... nee. Ja, dat... Het gaat wel toch? Met je knie, hè? Dan moet je ongeveer maar, hier... Ja, ik ben even... Wacht even. Ja. Ja, meer, even meer dan je teen, anders val je. Ja, maar ik heb last van mijn hernia ook. Nou, dan kan je eigenlijk, als je nog 1 stap doet, ja, maar dat zou niet. Je met je hand deze balk misschien aan kunnen, zodat je een soort van grip hebt. Ik denk dat ik het zo wel red, Juri. Misschien moet je even je mijl houden. Nou, wat moet ik even? Nou, eigenlijk dus de rand, hè? Dus de boven. En dan je hand zet je hem zo. Zo? Nee, ja. Zo. Zo. Nee, ja. Zeg maar zo. Zo, en dan? Zo. En dan de bovenste rand, echt die rand. Ja. Ja, gewoon een beetje duwen. Nou, top man. Ik zou zeggen... Die hele muur. Nou, zo het lijntje, ja. Nou, dat is best wel lang bezig, Johan. Ik ben nu al een uur bezig, Jori, maar hij is wel af.
Ja, nou top. Dat is toch, ga even kijken wat je daar eigenlijk hebt gedaan ook. Nou, dat is best wel top hoor. En nou Champions League gaan kijken, want die wedstrijd is nou al een uur bezig. Nou, nog wel even een dingetje. Dat is toch wel het raam nog. Dat is het kozijn. Dat kan je met de kwastje een beetje doen. En kun je toch nog ook wel even een stukje hier. Dat moet wit worden. Dat is een beetje gelig. Ja. En dan, ja toch? Ja. Nou, we moeten gebeuren. Nou, we hebben hier een potje. Oh, ik ben te zien in de reflectie. Maar, kijk nou. Kijk het eens. Ja. Dit zijn dus de kozijnen. En zo'n schilderervaring heb ik ook niet, wat je doet. Dus je pakt het zo een beetje uit het potje. Dit. En wat je doet is eigenlijk gewoon heel simpel. Kijk, zie je, is het verschil tussen het gele en het witte. Dat is mooi. Normaal moet je dat ook eerst schuren, maar dat doe ik niet aan. Nee. Dat ga je dus doen. Ja, laat maar even. Hartstikke easy. Ja. Zal ik jou even filmen? Ja, dan mag je eigenlijk kiezen. Je kan die doen, je kan die doen. Nou, ik doe deze je kan wat jij wil. Ja, het is allemaal. Ja, dat doe je goed. Oh, kijk, dat ik niet op mijn sneakers, want ik heb die sneakers van Dolph geleend. Oh ja, nou ja. Hij is zo blij met die sneakers van hem daar. Gelukkig zijn ze beter ook, hè? Ja. Ik ga even naar de... Kan ik hem dan even neerzetten? Ja, zet de camera maar even neer. Dan weet ik, dan kijk eens wel wat ik doe. Oké. Okay. Hey, ben ik zo terug, ja? Goed? Ja, oké. Okay. Let op Morse, hè? Niet ja, daar. Nee, top. Komt goed. Nee, gaat goed. Is dat sukkel? En nou? Geintje van jou hoor. Nee, gaat goed hoor. Maar we zijn klaar hoor. Nou, dit is top hè. Goed verf hier ook wel. Wat is dit nou? Maar dit was toch op water, dit is toch op waterbasis, deze verf? Nee, dat was die. Die latex voor die muur. Dit is die waterbasis. Dit is snel hechtend. Oh ja. Dit is die acryl bij Oh ja. Dit is een Krijg je het er niet meer af? Ik krijg het niet meer af. Wel mooi neergezet. Ja, wel, ik dacht dat. Dat is. Ja. ja, nee. Ja, sorry hoor, ik wist niet. Ik dacht dat dit water. Ja, weet je, ik stuur wel van die tikkies voor het camerawerk. Tikkies? Ja, die tikkies. Ik stuur steeds tikkies nadat wij. Ja, maar ik weet niet wat een tikkie is. Ik ga met je mee, ik ga het bos in om vragen en weet ik het wat allemaal. Ik weet niet wat een tikkie is, Jori. Een tikkie, dat is met het betalen met de. Weet je, en dan stuur ik het. Tikkie, dat is een tikkie. Dat is gaaf, hè? Ik kan misschien wel even... Ja, weet je wat, Johan? Kijk, ik zal je even laten zien hoe dat werkt met het acryl. Hier, kijk eens zo. Wat doe je? Een hele mooie L. Wat betekent de L dan? De L van loser. Dat is sukkel in het Engels. Hè? Dan leer je kijk zo nog een keertje Engels. Kom maar mee, jongen. Maar mee. Nee, klaar. Maar we gingen nog een Champions League kijken. Nee, die Champions League. Je maakt een champignonsoep. Ja, maar... Hup, opa. Ja, zo. Hey, top. Nee, die camera die hou ik wel. Nee jongens, sorry dat ik zo uit mijn bol geschoten. Maar ja, Johan die zou mij steeds maar gaan betalen voor camerawerk. Ik ben altijd voor, hij belt me s'nachts altijd, filmpjes maken, weet je. En dan vraag ik hem te schilderen, doet hij een uur over, en een kozijn, en sukkel. Ja goed, weet je, die beelden, ik stuur het dan naar hem, maar die camera die hou ik. Dus doe je ervoor een like en comment. Dat is het.